En het is al een paar dagen slecht weer. En vraag me nu af, wanneer komt eindelijk eigenlijk heerlijk warme weer? Ik denk dat jullie dat ook al. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Ik heb al een bakje koffie al zo lekker klaargemaakt. Dus ga ik lekker een bakje koffie drinken en ga ik ook nog wel rolgordijnen open doen. Maar wat ik eerst ga doen is even editen. En daarna, ja, lekker wakker worden met een bakje koffie en alles en nog wat. En dan ga ik vlogstukjes nog op mijn computer zetten. Moet ook nog gebeuren, dan gaan we dat eerst doen natuurlijk. En wat we ook gaan doen is lekker radio aanzetten. Radio aanzetten, wat ik al zei, om lekker wakker te worden. En volgens mij is ook daar foute uren. Dan ga ik eens lekker naar luisteren. En ik ga dan maar lekker rolgordijn opengooien. Want ja, ik ben met edit klaar. Die staat lekker in de render nu. En dan is het alleen maar wachten geblazen. Dat ik alleen hoef te wachten. En een heerlijk lekker gordijn open. En dan gaan we lekker die open doen. En dan, oh, het is bagger weer. Het is een bagger weer. Het niezert. Bobo, helemaal geen zin dat het niezert. Maar ja, het is niet anders. En Gaia zit lekker hier op de grond. Hé, Gaia? Die lag lekker op de stoel. Hé? Maar ja, ik ga klaarmaken om daar even lekker te wachten. Dat de vlog klaar is met edit renderen. En dan, ja, voor de rest zie ik wel. En dan, het is nu al 10 uur al geweest, gaat de tijd gaan hard. En dan ga ik nog ook tweede bakje zetten. Want mijn bakje is alweer op namelijk. Dus ga ik even nieuwe zetten. Het is wel even lekker, even een bakje koffie. Want ik heb nu, sinds gisteren heb ik latte macchiato pets gekocht. Dat is ongelooflijk lekker. En ik wou suiker vullen, trouwens. En die ligt hier helemaal vol. Ik kan echt lekker suiker vullen, vind ik. Totaal niet. Maar ja, maakt niet uit, kan gebeuren. Maar is wel hier, dat is wel zonde eigenlijk. Dan ga ik dadelijk even, denk ik, even opruimen. Nu in de denk ik dat was. Echt, best wel veel suiker, tegen. Maar ja, ik ga er nog een bakje zetten en dan zie ik voor de rest wel. Ga ik in ieder geval even wachten op vlog die klaar is met renderen. En toen heb ik weer gegeten met de groep en ik zal weer verder te kijken naar de pers. En ik vind het ongelooflijk interessant. Maar ik ga dadelijk wel wat anders kijken, maar wat weet ik nog niet. Misschien even iemand zijn vlog. En ik heb heerlijk even bed gedaan. Dat moest ook even gebeuren en daarna ga ik even dadelijk wasje ophangen, want die bedlaken heb ik net vervangen. Dan ga ik dadelijk even die ophangen, maar eerst even stofzuigen en dweilen, maar dat moet ook even. En alles is gebeurd, het wasje is zelfs gedaan, heerlijk is dat. En het is al een paar dagen slecht weer en vraag me nu af, wanneer komt eindelijk eigenlijk heerlijk warme weer? Ik denk dat jullie dat ook al afvragen. Maar misschien weet u, ja, ik hoop als het goed is, niet deze weekend, maar weekend daarna wordt het wel wat warmer weer dan wat ik verwacht. Ik ga eens even weer bij weer online kijken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik ben echt benieuwd wat het weer geworden de hele week eigenlijk. Maar het is al een paar dagen al aan het regenen. En daar kan ik echt niet echt tegen, maar als het moet, ja. Ik hou er niet echt van, nou zo zeggen. Dus vandaar. En ik ben nu al kijken naar buiraden weer online. Van deze weekend. Even kijken. Van 14 dagen. Tot vrijdag gaat het regenen. Ah, oké. Okay. Het wordt wel mooi weer, komt eraan dus weer. Ja, volgende weekend komt er lekker weer aan. Tot de 21ste.
Hele weekend lekker weer. Ah, dan komt er weer lekker weer aan. Heerlijk. Ah, oh, dat kan er nou niet. Kan nou, ik verheug me nu op. Heerlijke weer. Het is nou ongeveer, even kijken, 11 uur geweest. En ik begin een beetje in te kakken, maar ik vind het niet nodig om nu te gaan slapen eigenlijk. Want gisteren ben ik ook vroeg geweest. Ik ben wel een beetje de laatste tijd een beetje snel moe aan het worden. Ik weet niet hoe het komt. Maar dat ik misschien nog meer rust nodig heb. Dus we gaan het zien. Ik ga even kijken hoe laat ik ga slapen. Misschien maar tot 12 en dan lekker mijn bedje in gaan. Maar nee, in ieder geval nu niet. Want ik ben nog niet moe. Nou, ik ben wel moe, maar ik heb geen zin om te slapen. En ja, ik zit lekker YouTube aan het kijken. Ik zal lekker te bellen met Rick net over dat ik eigenlijk morgen in de zaterdag even met bij hem langs wil gaan. Dus, maar misschien kan het, misschien ook niet, maar dat gaan jullie ook wel zien. En misschien ga ik dan, als het niet doorgaat, ga ik zaterdag even lekker in mijn, even gezellig even met mijn eentje door Gouwebos lopen. Toch even een keertje doen. Dat is ook een tijd geleden natuurlijk. Maar dat is weer een vlog van de weekend. Dus ik ga nu weer even lekker verder YouTube kijken. Dus ja, en ik was even gezellig met bellen. Ik ben er met Jasmijn en Rick. En daarna met mijn vriendin Sanne. Dus ja. Was even lekker gezellig gebelgesprek. Nu is het al 11 uur geweest. Ik zit lekker YouTube nog te kijken, maar ik begin me gewoon echt aan te kakken. Dus wat ik nu ga doen is lekker gewoon nu slapen. Al is een kort vlog. Excuses daarvoor, maar ja. Ik ga ook even een keertje op tijd slapen. Dus ga ik nu lekker mijn bedje maar in. En morgen weer een dag. Ik heb niet zoveel gedaan vandaag eigenlijk. Een beetje veel eigenlijk gewerkt. Heel veel eigenlijk vandaag. Van 1 tot 5. Wat dat normaal is. En normaal en de rest. Ja. En dan kom ik 5 uur thuis. Dan ging ik gelijk naar de bovengroep. Even melden. Van, en daarna ging ik gelijk eten. Gaia na. Toen ben ik ook nog Gaia eten gegeven natuurlijk. Wat ik dan elke dag doe. En ja. Nu ook bellen met de groep. Met Rick en Jasmijn. En Sanne, mijn vriendin. En nu ga ik me lekker mijn bedje opzoeken. Ja, en dat was het. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je me abonneert. En leuke reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast, veel kijkers weer gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij, later. Ik ben onderweg naar de supermarkt. Het is echt trouwens heel tijd geleden dat ik boodschappen heb gedaan voor de bovengroep trouwens. Het is al de tweede week dat ik dat doe volgens mij.